Goedendag. Kijk naar de hier van weerplaatsen.nl. We beginnen met een spectaculaire satellietfoto, want die felle witte vlekken, dat zijn zware onweersbuien en die trekken van Zeeland naar het oosten van het land. Dat gaat vrij vlot gelukkig allemaal, zodat in de loop van de ochtend de buien weer wegtrekken en daarna wordt het zonnig vanuit het zuiden. Je kunt het je haast niet voorstellen s ochtends om 8 uur met al die regen en onweer nog. Maar het wordt dus flink beter en vooral vanmiddag is het dan op de meeste plaatsen droog. En dan hebben we temperaturen van maximaal 25 graden in het noorden en tegen de 30 graden in het midden en zuiden van het land. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten weer slechter weer. Dan komen er nieuwe regen- en onweersbuien opzetten, maar de meeste buien vallen in de nachtelijke uren en morgen overdag. Morgenochtend is dat vooral in de westelijke helft van het land. Morgenmiddag breiden ze zich langzaam uit en morgenavond bereiken ze ook het oosten. Grote verschillen in temperatuur: 20 graden in Noord-Holland, 28, misschien 30 graden in het oosten. Dinsdag zijn de temperatuursverschillen veel kleiner, dan is het rond 18 graden, vallen nog steeds enkele buien. En ook woensdag en donderdag moet je rekening houden met geregeld zon, een enkel buitje en slechts 18 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik raad u aan om de weerberichten vandaag te volgen via onze website.